Drie zangeressen die elkaar al jaren kennen, elkaar af en toe tegenkomen, maar niet gedacht hadden dat ze ooit zouden gaan samenwerken. Pas toen ze alle drie in Austin, Texas kwamen te wonen, werden plannen gesmeed. Rebecca Loeb, Grace Pettis en Betty Sue zijn niet van plan hun respectievelijke carrières aan de wilgen te hangen, maar kunnen niet laten om bij gelegenheid de krachten te bundelen. Het project doopten ze The Sirens of South Austin en dat bleek zo goed te werken dat ze ermee doorgaan. Hun stemmen passen wondermooi bij elkaar en ze worden wel vergeleken met die andere industrie trio, Emmylou Harris, Dolly Parton en Linda Ronstadt. De bandnaam wordt omgedoopt tot Nobody's Girl, maar The Sirens of South Austin blijft toch de naam waarmee ze toeren. Het bekt ook wel lekker, natuurlijk. Volgende week maandag spelen ze in Meneer Frits in Eindhoven en die hoort het lied Fast Car, dat we natuurlijk allemaal kennen van Tracy Chapman. En dan heet ik u welkom in de grote zaal van de cacaofabriek voor alweer een nieuwe Tegen de Stroom in-sessie. De laatste reeks AMPA-concerten, opleiding uit Tilburg voor jazzmuzikanten. Vanavond de Big Band. Een live optreden, 18-koppig orkest dat al vele jaren onder leiding staat van Maino Remmers. Hij staat er hiervoor. Dirigent, arrangeur. En natuurlijk is de Fontys Big Band, de naam zegt al, een opleidingsensemble. En dat betekent dat er elk jaar veel wisselingen in de bezetting zijn, zodat veel studenten de kans krijgen om Big Band ervaring op te doen. Het orkest speelt ogenschijnlijk uit losse hand, maar er wordt gedisciplineerd gemusiceerd. Het niveau ligt hoog en de arrangementen zijn pittig. Het repertoire van de Fontys Big Band bestaat uit instrumentale stukken, klassiekers als All of Me, Belly Roll en Cut and Run. En gezongen stukken variëren van Irving Berlin's Cheek to Cheek tot Noel Gallagher's Wonderwall. Kenner van Oasis. En een andere uitvoering trouwens, arrangement van Paul Anka, heb ik begrepen van mij nou. Geniet straks van 5 saxofoons, 4 trombones, 5 trompetten, een 4-koppige ritmesectie plus zang van Tijn Heijblom. Vaste bezoekers kennen misschien nog vast een concert van afgelopen juni hier met zijn eigen kwartet. Dat was spetteren, dat was knetteren, hier in de cacaofabriek. Dames en heren, graag uw aandacht voor de Fontys Big Band onder leiding van Maino Remmers. Thank you.
Goedenavond, dames en heren. De Fonties Big Band hier vanavond in de kamerfabriek in Helmond. Een feest voor ons om hier te mogen zijn. Fijne zaal, klinkt goed. Live op de radio, wat willen we nog meer? Oké, het eerste stuk wat we speelden was een stuk van Gordon Goodwin en dat heet Cut and Run. Dat is een mooi stuk om warm mee te worden. Het volgende stuk is iets rustiger, maar dan niet echt veel. En het is een solo voor bugel gespeeld door onze eigen Stijn Mol met Just Friends. Dankjewel, dat was Stijn Mol met Just Friends, bugel. Het is nu het moment gekomen om onze vocalist van deze avond aan u voor te stellen. Het is een van de mannelijke zangstudenten, jazzzangstudenten bij ons op school. Graag uw aandacht voor de heer Tijn Heijblom met het stuk van Sinatra, Come Fly With Me.
could use some exotic food at the bar in Far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one man band and a two look for you. Come fly with me, let's take off in the blue. I get you up there where the air is rarefied. We'll just fly starry eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You can hear angels sing 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Foco Bay, it's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Get you up there where the air is rarefied. We'll just fly starry eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You can hear angels sing 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Foco Bay, it's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Back up, let's fly wel. Het volgende stuk is een arrangement van de dirigent Minor en dat is Teach Me Tonight. Yeah.
Deze set met Cheek to Cheek. Dankjewel. En
voor mij is dit alweer het laatste nummer dat ik met deze fijne, fantastische big band mag zingen. Ja. Oh. En het laatste nummer is Wonderwall van Oasis, maar nu een arrangement van Paul Anka. Orkest van Count Basie met Count Basie op piano. Helaas is Count Basie dood. Maar wij hebben Lucas. En die is nog niet dood, laten we dat voor ons houden. Het volgende stuk is speciaal voor piano. Let u op de onwijze subtiele solo's van Lucas. Oh,
Lucas Hevels op piano met All of Me van het orkest van Count Basie. Het volgende stuk is van de hand van Sammy Nestico. Sammy Nestico was een van de bekendste arrangeurs van het orkest van Count Basie. Hij heeft ontzettend veel muziek geschreven en hij leeft nog steeds. Hij is volgens mij al in 95 of zoiets. En die man gaat maar door. En dit stuk van hem heet Belly Roll. Sammy Nestico.
Het volgende stuk is een begin van Benjamin Herman met zijn New Cool Collective. En het stuk schreef door Stefan Schmid, dat heet Jane Double X. Een beetje à la die thema's van die detective series en zo, hè. Thank you.
Dankjewel, dat was Jane Double X van Stefan Schmid. Het volgende stuk is van Don James, een bekende orkestleider uit de, dat is volgens mij de East Coast Jazz. Bekend van zijn big bands met grote bezettingen, 5 trombones, 5 trompetten, zoals meer saxen, 2 baritons, etc. Dit stuk is een bekende van hem en dit stuk heet First Things First. I'll see you next time.
Dankjewel, dames en heren. Don Chambers met zijn First Things First. Het volgende stuk is een beetje een richting van de opvatting, oftewel een beetje met basgitaar en zo. Het is funky, je kunt erop dansen. Het is eigenlijk de bedoeling dat je de hele tijd danst op deze muziek. Maar goed, je hebt de ruimte, dus ga je gang. De volgende stuk ken je onwaarschijnlijk wel. The Chicken. Thank you.
Dank u wel, dames en heren. Dat was de Chicken, de Chicken. En dan gaan we. Eerst met de vreselijk ingewikkelde solo op tweede tenor, onze Bruno Abbaert. Op trombone, ook uit Spanje, Alejandro Mateño. En het eerste alt, de jongen die het niet kan laten, Vincent Klep, dames en heren. Oké. Okay. Wij danken u hartelijk voor uw aandacht deze avond. Wij waren blij om hier te mogen spelen. Het is voor ons een belangrijk gegeven om dit op deze manier te doen. Fijn dat we op de radio gekomen zijn. Het wordt live of het wordt gestreamd. Gestreamd wordt het? Hebben, gestreamd. Dus dat is ook fijn. Nogmaals, hartelijke dank en graag en wie weet, tot ziens. Volgende keer. Dankjewel. Ja, volgens mij heb ik niks te veel beloofd. Ik heb gezegd, het gaat schetteren en spetteren en dan heeft het gedaan. Dankjewel, Fontys Big Band.